Goedendag allemaal, dit is de beursagenda voor de week die begint op maandag 8 oktober en ditmaal vanaf de beursvloer in Amsterdam. Op maandag worden we getrakteerd op de Duitse handelsbalanscijfers en cijfers over de industriële productie van onze oosterburen. In Amerika hebben we een hele aparte dag, daar is het Columbus Day. Dat houdt in dat de aandelenmarkt in de Verenigde Staten wel open is, maar de obligatiehandel ligt daar stil. We gaan door naar de dinsdag en op dinsdag hebben we uit Frankrijk de handelsbalanscijfers, uit het Verenigd Koninkrijk hebben we de industriële productie en handelsbalanscijfers en in de Verenigde Staten krijgen we het Small Business Sentiment Index, ofwel hoe kijken kleine bedrijven aan tegen de economie en dat is heel interessant als we de werkgelegenheidscijfers van afgelopen vrijdag in oogenschouw nemen. Verder hebben we dan bedrijfsnieuws van BMW. BMW komt met zijn omzetcijfers. Interessant om te zien hoe daar het deel verkopen in China eruit gelicht wordt. Daar hadden we al positief nieuws over van BMW. Interessant om te zien hoe zich dat verder ontwikkelt. Verder hebben we Alcoa als eerste van de grote Amerikaanse bedrijven die aftrappen. Die komen in Amerika na beurs. Daar kunnen we woensdag pas op reageren. En belangrijke politieke ontmoeting. We hebben Angela Merkel die op bezoek gaat in Athene, ofwel het Hol van de Leeuw. Dat op dinsdag. We gaan door naar de woensdag. En op woensdag hebben we uit Japan de machineorders die worden gepubliceerd. In Italië en in Frankrijk hebben we cijfers over de industriële productie van beide landen. En in de Verenigde Staten hebben we het Beige Book. De economische cijfers waar de Amerikaanse Centrale Bank haar rentebesluit op baseert. Verder hebben we de wekelijkse hypotheekaanvragen en de handelsvoorraden van de Amerikanen. Dan zijn er bedrijfscijfers van Lufthansa, die geven hun vervoerscijfers over de maand september. En in Spanje hebben we Bank Banesto met zijn derde kwartaalcijfers. Spaanse banken op dit moment in de focus, dus vandaar dat we ook kijken naar deze Spaanse bank. Op donderdag de 11e dan hebben we de notulen van de Bank of Japan, behorend bij hun rentebesluit. Die gepubliceerd worden. Uit Frankrijk en uit Duitsland hebben we de consumentenprijsindexcijfer, een belangrijk inflatiecijfer. We hebben een veiling van Italiaans schatkistpapier. Hoeveel moeten de Italianen betalen? Hebben ze nog steeds veel interesse voor hun staatsschuld? En kunnen ze die rente op dat wat lagere niveau handhaven? Uit de Verenigde Staten dan cijfers over de handelsbalans van de Amerikanen, de wekelijkse steunaanvragen. We zien de olievoorraden langskomen op donderdag en import- en exportcijfers van de Amerikanen op donderdag. We gaan door naar de vrijdag en dan hebben we uit Japan het producentenprijsindexcijfers en de tertiaire index. De tertiaire index zegt ons het een en ander over de interne Japanse economie. Dat zijn cijfers zonder de grote exportbedrijven, die zijn eruit gefilterd. Dus hoe gaat het met Japan door de Japanners? Dat weten we op vrijdagochtend. In de eurozone hebben we industriële productie op de agenda staan. En in de Verenigde Staten hebben we het producentenprijsindexcijfer. Tezamen met het consumentensentiment. We zien de afgelopen periode de huizenmarktcijfers verbeteren, sterk verbeteren in de Verenigde Staten. Dat moet een comfortabel gevoel geven voor de Amerikaanse consument. En daarnaast zien we ook het gemiddelde uurloon dat aan het stijgen is in de Verenigde Staten. Hoe vertaalt zich dat in consumentensentiment vlak voordat het belangrijkste winkelseizoen van het jaar begint, het vierde kwartaal. Dan zijn er ook bedrijfscijfers en we hebben daarin JP Morgan op de agenda staan en Wells Fargo. Twee belangrijke Amerikaanse banken trappen het cijferseizoen voor de financials af op vrijdag. En daarmee komen we aan het einde van de beursagenda voor de week die begint op maandag 8 oktober. Dank u voor uw aandacht.